Dus ja, dat is echt een flinke bammer gewoon. We hebben natuurlijk ook wel iets moeten incalculeren wat de fout zou moeten kunnen gaan. De eerste indruk is hartstikke mooi. Maar al snel komen we wel een paar gekke dingetjes tegen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Wij hebben vandaag post. Heel bijzonder post. En die is niet voor mij, nee, die is voor Jessie Silver. Die zat in de brievenbus, Jess. Ja. Van wie is die brief? Van Sinterklaas. Is die van Sinterklaas? Ja. Wat moet Sinterklaas? Hier is die. Lief, hè? Zeg maar dankjewel, Sinterklaas. Sinterklaas. Goed zo. Dankjewel, Sinterklaas. Hallo, het is 28 november en gisteren toen klapte mijn mobiel er ineens mee. Balen! Ik heb een Apple en ineens zag ik dat hij opnieuw probeerde op te starten. Dus hij was blijkbaar uitgegaan. Ik zie het Apple logotje, hij geeft een groen streepje door mijn beeldscherm en dan gaat weer uit. En vervolgens probeert hij weer op te starten, groen streepje en weer uit. En dat dus de hele tijd. Dus ik baal enorm, want ja, ik heb dus geen backup en het meeste baal ik nog van al mijn foto's die erop staan. En dat is eigenlijk vooral ja, van Jessie Silver natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat, dat ik hem nog bij een zaak kan laten uitlezen alsnog. En dat ik in ieder geval die foto's en video's heb, want die vind ik eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Ik heb ondertussen wel een nieuwe iPhone besteld, maar dat duurt natuurlijk 4 tot 6 weken voordat die er is. En godzijdank heeft mijn schoonmoeder in ieder geval een telefoon voor mij kunnen fixen te leen. Daar ben ik heel erg blij mee, zodat ik in ieder geval bereikbaar ben. Want ja, voor alle ziekenhuisafspraken en dat soort dingen natuurlijk. En we zijn nu in Tilburg, omdat we lekker 2 dagen stuk tussenuit zouden gaan. We gaan lekker naar een hotel, we hebben een wellness suite. Daarnaast hebben we een massage geboekt. Maar er zijn natuurlijk nieuwe maatregelen gekomen. En we hadden rond 4:30 een afspraak voor 1,5 uur. En nu heeft de wellness mij geprobeerd te bereiken gisteren en vandaag. Maar ja, ik had geen telefoon. Of we niet om 4:30 konden komen, want de maatregelen zorgden ervoor dat ze om 5:00 moesten stoppen. En nu zag ik natuurlijk daarnet pas het berichtje. Dus ik zeg, joh, is goed. Je ziet ons om 4:30. Maar toen was het plekje al vergeven. Dus we balen enorm. Want ja, we moeten natuurlijk alles maar zien te plannen tussen nou ja, de chemo die ik heb gehad en dadelijk de operatie. En Sergio die is veel aan het werk en we hebben allemaal ziekenhuisafspraken, dus het gaat allemaal niet meer zomaar. Dus ja, dat is echt een flinke bammer gewoon. Ja. Maar ja, we hebben in ieder geval een wellness suite en dan gaan we daar maar het beste van zien te maken. Ik heb een partykaart gekregen natuurlijk. Als cadeautje van een van jullie, van de volgers. Daar zijn we heel blij mee. Dus we gaan eens even kijken of we die misschien kunnen verzilveren vanavond. Dat we een leuk filmpje kunnen kijken. Ja. Aan de andere kant hadden we natuurlijk ook wel iets moeten incalculeren wat er fout zou moeten kunnen gaan. Aangezien er bij ons altijd wel iets verandert of net niet helemaal gaat zoals we het gepland hebben. Ja, als dat niet gebeurt dan is het altijd wel dat je zit te wachten tot het wel gaat gebeuren in ieder geval. Maar ja. Van de week maar even kijken of dat onze Thaise vriendin van 1,5 jaar geleden. Nee, al langer. Toen was je nog zwanger. Holy shit, dat is bijna 3 jaar terug. Ja. Nou ja, het is wat het is. Morgen ga ik naar de studio. En dan ga ik een liedje opnemen. Die ik hopelijk dan met jullie binnenkort kan delen. En hoop ik dat jullie het mooi vinden. En ben ik er niet tevreden over. Dan horen jullie het niet.
Maar ik ben nog wel kritisch. Maar het is in ieder geval leuk om dat nog weer even te doen. Even weer met muziek bezig te zijn. En we gaan er gewoon een gezellig weekend van maken. Dat sowieso. Zo, even wachten tot de kamer klaar is. We zijn wel verwend met een lekkere latte macchiato hier. The room. Toch nog een beetje vakantie. Mooi, oh, leuk. Een klein kamertje van een appartement. Zo. Wc. Is dat de wc? Wc'tje. Beach vibes. Oh ja. In mijn lamp wel. Kijk. Schappig geraakt. Hoppakee. Dit is de stoom, denk ik. Stoomcabine. Lekker. Je mondkapje mag af, joh, schat. En de sauna. Mooi sterrenhemeltje. Dit oh, daar is om hem aan te zetten. Oké. Mooi wastafeltje. En we hebben een open haardvuurtje. En een tv. Nice. Heel leuk. Oh, pardon. Grappig. Dan laten we beginnen met deze aan te zetten. Ik weet niet hoe. Dat maar zo. Zij weet niet hoe. Zij weet niet hoe. Zo. Zo. Mooi licht. Nou, we gaan eventjes installeren. Ja. Uitpakken. Zo, we zijn ons aan het installeren. De eerste indruk is hartstikke mooi. Maar al snel komen we wel een paar gekke dingetjes tegen. Want we denken, oh leuk, een open haartje. Vervolgens gaat hij na een paar seconden gaat hij alweer uit. Dus we belden op naar de balie. En die zegt, ja, die moet je dan even vullen met water. Oké. Dus blijkbaar moet je dat zelf vullen. Ook geen gebruiksaanwijzing ergens bij. En we hebben net ook een uur gewacht totdat de kamer klaar was. Want we mochten er eigenlijk om 3 uur in en om 4 uur zeiden we van, joh, is de kamer al klaar? Want hij moest nog schoongemaakt worden. En nou hebben we daar wel een drankje voor gekregen, maar goed. Het lijkt mij dat dat erbij hoort, dat het even gecheckt wordt dat hij nog vol is. En toen gingen we even de minibar checken. En het enige wat daarin zit... zijn 2 flesjes water. Staan er daar zo zielig alleen. Kijk, dus, wel ja. Alles even een beetje in perspectief geplaatst, want wij zijn de broertste niet om dat ding te vullen. En dat de minibar leeg is, tot daar aan toe. Maar het is wel, nou, van als je voor iets betaalt, ga je uit van een bepaalde kwaliteit. En dat is iets wat ons tot nu toe een beetje tegenvalt hier. Alles bij elkaar genomen. En een tijdje terug waren we natuurlijk in de nice bioscoop suite bij Van der Valk, Giels Rijen. En daar zat het wel bij. En dat zei ze ook heel. Ze was wel heel aardig aan de telefoon. Nou ja, zeg, ik wou dus, dat heb ik nog niet verteld, maar Sergio heeft dus gebeld van ja, de minibar is leeg.
Nou, ten eerste zit dus een minibar niet bij de prijs in, terwijl je best wel wat betaalt. Maar goed, oké, als dat niet zo is, zet in ieder geval die minibar vol. En als je dan wat neemt, want volgens mij is het over het algemeen zo, dat als je, je minibar staat vol en als ja, je wat neemt, wat uit is. En dat we, krijgen we dan betaald. Dus nu moeten we dus bellen. Is dat een achterkant? Ja, weet ik. Ja. Nu moeten we dus bellen voor een minibar pakket. Ja. En dan ja, kun je dus je minibar vullen. Ja, ja, dat gaan we waarschijnlijk wel even doen. Ja. En dit is 2 jaar oud, zei je ongeveer? Ik ga het zo meteen even opzoeken voor de zekerheid, voor ik niet zeg wat ik niet weet. Kijk, maar lekker badje. Maar kijk die kithand. Jij wilde eerst in de sauna, hè? Ja. Die is behoorlijk aangedaan al voor de korte tijd dat het hier staat. En volgens mij is dit zelfs een beetje schimmel. Maar goed, we gaan er wat leuks van maken. Ik bedoel, het is verder lekker leuk, maar ja, hopelijk... Nee, wij gaan er sowieso iets leuks van maken. Maar voor al die mensen die ook een keer in een leukere kamer willen dan een gewone kamer, dus naar een toffe suite, gaan wij even stad en land af voor jullie om alles te checken. Ja, vind ik precies. Dus de volgende keer, waar gaan we dan naartoe, schat? Dat weet ik nog niet. Naar de sauna... naar... Oh ja, wat was dat? Ik wil naar... Elysium, hè? Nee. Weet het nou? Ja, dat zal vast niet. Maar wellness zijn, toch? Ja, die wellness in... De zware hoeven. Nee. Nee. Nou, we hebben in ieder geval bonbonnetjes gehad en donuts. En een minibar pakket ter compensatie. We zijn inmiddels 2,5 uur verder en eindelijk kunnen we in de sauna. Holy moly. Oh ja. Er stond een druppeltje eucalyptus in de emmer doen. Al daar u het water kunt gebruiken om op te gieten. Ik was al iets verder met het eucalyptus gebeuren al voor ik het had gelezen. Dus ik heb een half flesje erin. Dat is wel een vier niet ergens, schat. Chillen en ik heb een hele leuke ober besteld. Oh nee, roomservice. Ja. Zie. Ja, roomservice. Roomservice. cocktail. Carpaccio. Uitje, kapotje. Al geleden. Lekker hoor. Lekker. Wat is dat dan? Een glaasje water misschien? En wijn? Ik zit wel van ons. Krijg je er wijn bij? Ja. Oh. Want dit is... Oh, een mousserend wijntje. Een mousserend wijntje. Oké, nou, lekker. Eerlijk, we gaan genieten en we gaan niet blijven suiken, maar dit glas is 13,50. Ik bedoel... Ik doe nooit van dit soort dingen. Ik vind het echt te belachelijk voor woorden. Maar vandaag dacht ik... Fuck it, dit. Hè, we zijn eruit, schatje. Ja, nee, absoluut. Zeker weten. Zal ik hem hier even zetten? Ja. Nou. Cheers. Enjoy! Zo. Hi. Hoe was jouw kapatje, schat? Goed. Ik zit wel aardig vol eigenlijk. Dat is aardig vol al zelfs. Oh ja. We hebben natuurlijk die donuts gehad.
ter compensatie, daar zijn we natuurlijk begonnen. Dat was het voorgerecht. Nou, dat was eigenlijk de amuse. Toen hebben we een voorgerechtje op. Met de heerlijke cocktails. Ik moet zeggen, ik drink natuurlijk nooit meer. Dat hij wel gelijk naar boven draait. Je hebt natuurlijk weer nergens last van. Nee. Ja, alcoholist. Nog steeds niet. Jij bent de alcoholist zonder te drinken. Jij drinkt nooit en hij heeft nergens last van. Het is niet te geloven. Ja, mijn kalfswang was ook erg lekker. Het is dan wat afgekoeld omdat ik ondertussen heb geprobeerd Jungle Cruise op te zetten op de tv. Maar het werkt weer eens niet. Ik probeer mijn telefoon te casten naar de tv. Om het scherm zeg maar te spiegelen. En dat doet hij totdat je de app aanzet. We kunnen wel proberen of die Netflix bijvoorbeeld wel doet. Mm-hmm. Dat kan aan de app liggen. Maar ja, dan probeer je het 5 keer en dan lukt het niet. En dan denk je alweer van ja, laat maar zitten. Want je bent dan inmiddels ook alweer 3 kwartier verder. Inmiddels het eten op. Eten was op en cocktails schieten naar mijn hoofd. En we willen ook nog wel een keertje in de sauna vanavond. Toch? Moeten we bubbelbad nog doen. Bubbelbad moeten we ook nog doen. En we hebben samen besloten. Aangezien... Nou ja, René toch wat minder werkt. En we hebben gezien hoe goed het werkt bij kennissen van ons. Dat wij, moeten nog even kijken hoe dat we dat doen. Vanaf volgende week een account gaan maken op OnlyFans. Wat een maf. Geitje! Gaan we niet doen. En we gaan het hoofdgerecht bestellen. Ik heb, ik moet uitkijken met de camera, want... onderzien jullie bepaalde OnlyFans dingen die... Die is ook een klak. Of, hè? Wat zeg jij nou? Je dook is kwak. Oh, je stond Alfred je dook is kwak. Zo ineens random. Ja, oké. Okay. Gargamel. Ja, doe wel mee. Ik vind het wel toepassend. Je dook is kwak. Je dook is kwak. Ja, valt hij niet vast. Ja. Het hoofdgerecht. Weet jij het al? Lamsrekje? Nee. Nou, we gaan nog even rustig kijken. Zo, lekker hoofdgerechtje op, kipsteetje. Was lekker. Nu wilden we nog een dessertje bestellen. Het is net 9:50, want de keuken is in principe tot 9:00 open. En ik wilde bestellen via de app, maar dat gaat niet meer. Want het is alweer gesloten. Zeg maar 20 minuten voor sluitingstijd. Dus al met al ja, aardig wat teleurstellingen hier vanavond. En de receptie is ook niet te bereiken. Ik heb de receptie nog geprobeerd te bellen. Ik neem me niet meer op. Dus nou, we hebben gelukkig nog donuts en KitKats. Ja, omdat... Ja, ja omdat... ja. Dat is de... ja. De minibar... pakket. Ja. Dus, nou ja, we gaan eventjes in een hoekje zitten huilen. Nou, we gaan gewoon Jungle Cruise verder kijken en eten. Ja. Een lion. Oké. Nou, ik heb de receptie toch te pakken weten te krijgen. Ik zei, ja, ik was in de veronderstelling dat de keuken tot 9:00 open was voor bestellingen. En toen zei zij, ja, die veronderstelling had ik eigenlijk ook, maar dat is dus niet zo. Ik zeg, nou, ik wilde bestellen, maar dat ging dus niet meer. Toen zei ze, oh, ja, ja ik zal de keuken even vragen, anders wat had je willen bestellen? Dus we hebben een cheesecake en een dame blanche. En toen was ze even weg, en toen kwam ze weer terug. En toen zei ze, nou, ik heb ze heel even lief aangekeken. En het was nog goed, het mocht nog. Toen dacht ik, het mocht nog. Volgens mij zijn we niet echt heel erg onredelijk. Nou, ze deed ook gewoon wel heel aardig aan de telefoon, maar het is gewoon wel... Ik denk bijna zelf dat wij dus... Ik moet haar de hele tijd bellen inderdaad. En dan denk ik van, ja, ben ik nou zo'n zeurpiet? Of, ja. Ach. Aan de andere kant, je betaalt wel €450 voor zo'n suite. Nou, daar gaan er wat een en ander vanaf. We hebben natuurlijk ook borg betaald. Nou ja, anyway, een paar €100. Is gewoon serieus geld. Eigenlijk moet het dan gewoon perfect zijn. Ja. Tot nu toe hebben we dus 2 uur langer
gewacht voordat we de kamer konden gebruiken. Dus 1 uur omdat de kamer niet klaar was. De 2e uur omdat we gewoon uit moesten zoeken hoe die sauna werkt. Want er stond geen beschrijving bij, die ging niet aan. We misten een badjas. Het haardje ging niet aan. De haard ging niet aan. En die gaat dus nog niet aan, die is kapot. We hebben dan wel het minibarpakket ervoor ter compensatie gekregen. En lekkere bonbons met donuts. We krijgen inderdaad de film niet gecast naar de tv. En, en ook zijn er kleine, dan ga je op alles letten natuurlijk. Van de keuken zitten een aantal strips los, gewoon van de kastjes. En daar doet er een lamp het niet. Ik wijs even daar naartoe. Daar doet de lamp het niet. Er zit geen lamp bij de koffiezetapparaat? Ja, er zit geen lamp in de kast, wat inderdaad een beetje vreemd is. Er zijn een aantal lampen kapot in de sauna. En er zit wat schimmel op de kitranden. Ja, het is gewoon al met al... Ik bedoel, wij maken het leuk. We hebben een cocktailtje op. Doen we nooit. Dus we zijn al hartstikke vrolijk. Woehoe! En schat. Helemaal crazy. Helemaal te gek. Vandaag niet, dit weekend is niet goed voor mijn dieet. Nee, inderdaad. Maar we moeten ook gewoon genieten. Maar het is wel gewoon dat je denkt van ja, als je dan gaat voor zo'n suite, voor zoiets speciaals, je bent er even 2 dagen uit. Ja, dan moet het gewoon eigenlijk nagenoeg perfect zijn. En iedereen maakt fouten, we zijn allemaal mensen. Maar zorg gewoon, als je zo'n bedrijf hebt, je hebt zoveel kamers, je hebt zoveel geld, je bent zo'n groot bedrijf, zo'n bekende naam, Van der Valk. Ja, dan moet het gewoon goed zijn. Ja, dan moet je gewoon alles goed blijven nakijken en onderhouden, vind ik. Ja, vind ik ook. Dus dit is mijn oordeel. Daar moeten we het mee doen. Goedemorgen. Gordijntjes open en we worden hiermee wakker. Hoe mooi. Wauw. Wakkie. Dit is echt een koffie verkeerd. We hebben even lekker ontbeten. We gingen naar beneden zonder mondkapje. En ik verwacht toch helemaal in deze tijd was het bij alle andere hotels wel zo. We waren het mondkapje vergeten. Toen vroegen bij de receptie heeft een mondkapje zegt nee, dan moet je direct naar boven. Really? Komen we terug. Ik had namelijk het bulbad lekker gevuld. Maar die is leeggelopen. Want de stop die werkt niet goed. Dus ja, kan er helemaal bij. Hè? Dat is steeds leuker. We maken er gewoon een. Het is gewoon. Vakantie, hoe heet het? Het is gewoon een gevoel. Ja. Het is gewoon een opstapeling van alles. En ik bedoel, sommige dingetjes kan je gewoon wel hebben, maar als er zoveel verkeerd gaat, dan denk ik echt van ja, echt waar, kan dit er ook wel bij. Ja. Dan gaat alles ineens opvallen en integreren inderdaad. Dus we gaan nog eventjes in een bubbelbad, sauna, stoombad, heb je nog een uurtje. En dan gaan we weer lekker terug. Huh? Kijk eens hier. Huh? Oh, wat is dat nou? Huh? Hoe kan dat nou? Wow. Mag ik nog even? Thomas, Jess is zilver. Jij woont toch helemaal niet bij tante Elena? Wauw! Nou zeg! Hier! Oma, zou je eerst het kleine cadeautje doen? Wat is dat nou? Dat is voor oma! Oh, wat leuk! Appel en Debbie! Laten we zien! Laten we eens kijken! Een puzzel! Oh, puzzeltje! Ja,
wat leuk, zeg. Kijk, dat is leuk. Die is leuk. Kijk. Oh, die is leuk. Oh, sorry, schat. Dat is heel leuk. Zo. Dat ga ik ook maken. Maar je hebt nog meer cadeautjes, zie ik. Wow. Wow. Wat? Nee, het is geen kussen. Dat is een onesie. Nee, het is een ochtendjas. Kijk eens. Een badjas. Oh, volgende cadeautje. Laat me zo maar even passen. Oh, jij hebt een leuke badjas. Ja, ochtendjas. Kijk, een badjas. Oh. Wat zit erin? Oh, dat is ook leuk. Een koffer. Oh, kijk nou. Jessie. Een keukentje. Ja. Kun je met papa koken? Ja. Oh, vind je het leuk? Ja. Zeg maar dankjewel, Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. Oh ja. Nou, hier, maak de laatste open. Nou, je bent wel hartstikke verwend, zeg. Heb je zo hard gezongen dan van Sinterklaas? Ja. Oh. Oh. Gaaf. Een dino ride. Oh, een dino-trein. Kijk. Dino-trein. Heb je nou gewoon en een Mickey Mouse-trein en een dino-trein? En bij oma heb je een Thomas de trein? Nou, gaan we rustig eventjes thuis bekijken, hè? Goedemorgen. Wow. Nou, dit was het alweer. Ja. We hebben... desondanks dat Van der Valk eigenlijk een beetje tegenviel en dat we geen massage hebben gehad. Ik heb ze een mail gestuurd van in Tokio. Hebben we wel in ieder geval gezellig gehad met elkaar. Een beetje kunnen ontspannen zo met z'n tweetjes. En het was gezellig. Bij je moeder hebben we nog even lekker gegeten. Ja. Tante Elena die had ook nog cadeautjes ontvangen van Sinterklaas voor Jesse Silver. Nou, dat was echt super. Dat de tante is van Jesse Silver. Ja, ik vind het niet normaal. Die man die weet alles. Ja. Ongelooflijk. Nou, in de volgende vlog zullen jullie zien dat ik weer een gesprek heb gehad met de plastisch chirurg. Om even door te spreken wat ik nou precies kan verwachten 7 december. Ik ga proberen mijn telefoon te fixen. Want die is dus ineens ermee opgehouden. En het ergste vind ik nog... Begrijpings. Het ergste vind ik nog dat ik mijn foto's kwijt ben dan. Ja. Want dat is de foto van mijn bevalling. Eigenlijk vooral de foto's van Jesse Silver en zo. Ik denk dat het nog wel lukt. Ik hoop het, want ik heb net de winkel gebeld en die zei... als het software is, dan kan het waarschijnlijk niet. Als het de hardware is, dan heb je nog een mogelijkheid. Dus nou, dat gaan jullie allemaal zien in de volgende vlog. Ik vergeet iets. Wat dan? Dat we bij SSNR zijn geweest. Oh ja. We zijn bij SSNR geweest. Ja, dat is dus een muziekstudio. En daar heb ik het nummer opgenomen. En waar ik het laatst over had. Dus ik hoop dat ik die binnenkort met jullie kan delen. En ik ben ontzettend benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is dus een nummer die heel erg bij mijn situatie past op dit moment. En ik denk voor velen van jullie ook van toepassing. Dus ik heb het vooral heel puur opgenomen. Ik vond het heel mooi. Ik ben heel erg trots op jou. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Maar het wordt eerst nog even gemixt en gemasterd. En dan gaan we nog even een videootje onder maken. En dan gaan we met jullie delen. Dus we kunnen niet wachten. En Sinterklaas. En Sinterklaas. Oh my god. Sinterklaas komt er nog aan. Blad gaan we ook nog doen. Oh, we hebben zoveel. Dus blijf vooral kijken. Vonden jullie dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En we zien jullie weer heel graag bij de volgende vlog. Ja.